Op dit kanaal hebben we het vaak over besparingen en vooral grote besparingen als het gaat over energie. Denk aan elektriciteit, denk aan gas. Maar vandaag wil ik eigenlijk een kort filmpje besteden aan een hele kleine besparing, letterlijk en figuurlijk. En eentje die bij veel mensen toch niet helder is en die ook niet uh, bekend is bij veel mensen, waardoor dus ook daar weinig aan gebeurt. Nou, ik zal het even laten zien. Het gaat vandaag om dit dingetje. Een WiFi access point, in dit geval eentje van Apple, de Apple Airport Express. Uh, heb ik zelf gekocht in 2008. Die is, die is ondertussen alweer 13 jaar oud, werkt overigens uh, nog prima, is niet defect of, uh, of zo. Uh, maar wat mij opviel, was dat deze redelijk warm werd. Ik heb vervolgens uh, een meting uitgevoerd op het stroomverbruik van uh, dit access point. En dan kwam ik op het volgende uit. Nou, zoals je hier ziet, verbruikt deze om en nabij de 4 watt. Uh, 3,8, 3,9, 40. Uh, ik heb deze wat langer uh, op, de, op de stroommeter gehad en dan kom je uit op een gemiddelde van 4 watt rond. Dat wil dus zeggen dat dit ene access point uh, over een jaar bezien 35,04 kilowattuur verbruikt. En uh, plus dat hij nogal vrij warm werd, ben ik toch eens gaan kijken naar een alternatief voor dit access point. En dat uh, alternatief dat heb ik gevonden in de vorm van dit access point. Heel klein kastje, maar hij is eigenlijk ook gebruik, bedoeld voor mobiel gebruik, maar je kunt hem ook in uh, thuis situaties prima gebruiken. Um, klein, licht, compact. En er zit, ja, ik zal dadelijk laten zien, deze verbruikt uiteraard minder stroom. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat deze wordt aangestuurd via een USB kabeltje. Dus uh, kijk, het punt van dit access point is: hier zit een voeding ingebouwd. Want die haalt zijn stroom rechtstreeks uit het stopcontact, dus hier zit een voeding in. Die wordt natuurlijk ook warm. Doordat ik in dit geval gebruik maak van een bestaande USB-uitgang, denk bijvoorbeeld aan de USB-uitgang van de internetmodem of een andere uh, USB-uitgang die her en der voorhanden is, zorg je ervoor dat een apparaat wat al door die voeding van stroom wordt voorzien, dit apparaat ook kan voorzien, waardoor je dus maar één keer die. Verliezen van de voeding hebt. Dat telt ook weer mee. Maar goed, deze verbruikt dus minder stroom. En ik zal eventjes laten zien wat dat in de praktijk met zich meebrengt. Nou, zoals we hier zien, staat op de uitgang 5,0506 volt en het apparaatje zelf trekt 0,11 tot 0,15 ampère aan stroom. Ik heb daar een gemiddelde van genomen. 0,12 ampère en dan kom je uit op een stroomverbruik van 0,61 watt per uur. Als je dat door gaat rekenen voor een heel jaar, kom je uit op een totaal van 5,34 kilowattuur. Oftewel een 85% zuiniger dan de access point van Apple die we hier hadden. Dus dat is een flinke besparing, 85% verschil. Uh, het komt neer dat dit access point per uur uh, 3,39 watt zuiniger is. Dat is per dag 81,36 watt. Dus wat hij dus per dag minder verbruikt ten opzichte van die andere. En als je dat over een heel jaar uitrekent, is dit ding 29,7 kWh zuiniger dan het access point. ...van Apple. Nou, dat komt in echte euro's... ...want dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè. Uit op... ...7,13 euro. Nou, de aanschafprijs... ...van dit access point was in mijn geval... ...23,84 euro... ...inclusief BTW. Nou, als je dat... ...deelt door 7,13... ...dan kom je uit op een... ...terugverdientijd. Dus dat hij zich puur in... ...stroombesparing volledig heeft terugverdiend... ...uit op 3 jaar... ...en 4 maanden. Nou, zoals ik al zei, het vorige... ...access point is ruim 13 jaar meegegaan... ...en vanuitgaande dat hij... Zo'nzelfde uh, levensduur haalt, zie je dat je dit ding in de volledige levensduur uh, vier tot vijf keer gaat, uh, gaat terugverdienen. Puur in vermeden energiekosten, doordat dit ding efficiënter is uh, met nieuwere technieken. Die nieuwere technieken zie je trouwens niet alleen terug in een uh, lager energieverbruik, maar ook bijvoorbeeld modernere protocollen, dual channel, uh, uh, hogere doorvoersnelheid. Allemaal van die dingetjes die je, ja. Daar let je eigenlijk niet op, maar als het aanwezig is, dan merk je het gewoon in het gebruik van apparaten, in het gebruiken van telefoons en tablets, dat het gewoon net even wat sneller en soepeler gaat. En dat zit hem gewoon in de modernere techniek. Dus ja, van vroeger uit kregen wij natuurlijk vaak mee, als apparaten niet stuk zijn, blijf ze dan vooral gebruiken. Dat is zuiniger, want dan kun je er langer mee doen. Schrijft het over een langere tijd af, dat is absoluut waar. Maar in sommige gevallen, en dat zie je niet alleen maar met witgoed, koelkasten, vriezers, daar kennen mensen het van. Maar ook in het geval van dit soort kleine elektronica, maar bijvoorbeeld ook in het geval van televisies of, uh, of computers. Modernere apparatuur gaat efficiënter om met energie. En op de lange termijn is dat op zichzelf al een terugverdienmogelijkheid. Nou, hopelijk heb ik jullie hiermee geïnspireerd. En kijk eens in je eigen uh, woonhuis en kijk eens in je eigen omgeving waar je zelf met kleine investeringen energiebesparingen kunt bewerkstelligen.